Hoi, ik ben Mark van Kolenboertje en vandaag gaan wij een super gaaf gerecht maken, namelijk een cowboysteak. En een cowboysteak die gaan we breiden in een kruidige zoutkorst. Ja, dat geeft natuurlijk ontzettend veel smaak, dat is hartstikke mooi. En we gaan daarbij breiden een maiskolf en die maiskolf die gaan we breiden in de schutbladeren. Nou, dat wil jij niet weten wat voor mooi gerecht dat gaat worden. De cowboysteak is een steak gesneden uit de Côte de Bœuf. Nou, je ziet het al, dus een hele mooie kwaliteit uit ons assortiment. Dus die kun je gewoon online bestellen. 300 dagen graan gevoerd, komt uit Spanje en het is echt een fantastische kwaliteit steak. Nou, we hebben de steak ruim een uur van tevoren uit de koelkast gehaald. Kan die mooi eventjes tot rust en op temperatuur komen. Ja, en de eerste stap in het hele proces is het maken van een mooie zoutkorst. Nou, we gebruiken 2 takjes tijm en 2 takjes rozemarijn. Die hakken we fijn. Dus we halen de blaadjes er eventjes af. Het komt natuurlijk niet heel erg nauw, want je hakt het fijn en vervolgens gaat het door de zoutkorst. Het is eigenlijk alleen maar om extra smaak toe te voegen. Dus ik snij de knoflook ook eventjes in dunne plakjes. En daarna chop ik ze gewoon fijn en dan gaat het door het kruidenmengsel. Ja, we gaan het zout voorbereiden voor de zoutkorst. En daarvoor is het belangrijk dat we grof zeezout gebruiken. Wij gebruiken onze onbewerkte zeezout. Daar gaan de kruiden erin. Dus ik gooi de knoflook erdoor. We gebruiken voor deze steak 2 kilo zout. De knoflook erdoor, de verse kruiden erdoor. Dan een goede theelepel paprika poeder. Ik verdeel het al mooi over het zout, zodat we het straks goed kunnen mengen. En wat van de kolenboertje pepermix erdoor, voor extra smaak. Een goede theelepel is genoeg. Dan mengen we het zout met de kruiden. Je ziet dat het er al mooi verdeeld overal doorheen komt. Nou, hier kunnen we zometeen de korst van maken. Maar de bedoeling is dat we die steak helemaal gaan insluiten met de zoutkorst. Dus afgesloten. Nou, dan gaat die zoutkorst, die wordt eigenlijk hard. En wordt die natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor voegen we eiwit toe. En eiwit is eigenlijk in de verhouding op 2 kilo zout 6 eiwitten. Nou, die kun je simpelweg door het eigeel van het eiwit te scheiden uit een ei halen. Maar tegenwoordig kun je ook gewoon kant-en-klaar eiwit kopen. En dat gaan we gebruiken. We doen het even op gevoel. 1 eiwit. 2, 3, 4, 5, 6. En je ziet al dat hij wat natter wordt, wat grover wordt. En als je het dan knijpt, wordt het een beetje zandachtig. Nou, in principe is het dus klaar. En dan heb je 2 opties. Je kunt het vlees gewoon in de zoutkorst laten garen. Maar wij kiezen ervoor om het vlees eerst eventjes aan te grillen. En daarna in de zoutkorst af te garen. Dan heb je al van tevoren een beetje die buitenkant aangebakken. En dat is wat we mooi vinden. Doe je dat niet, dan ga je hem eerst garen. Goed opletten op de temperatuur. En dan bak je hem op het laatst nog eventjes af. Zodat hij mooi die knapperige korst krijgt. We gaan aan het werk. Eerst dep ik hem eventjes droog met een doekje. Even het vleesvocht eraf. Zo. En dan smeer ik hem even in met onze olijfolie. Wat we veel gebruiken. Van Funkioma. Mooi. Beetje olijfolie eroverheen. Hierdoor bakken we hem zo meteen aan. Krijgt hij meteen een mooi korstje. En mooie kleur. Ja, en dat komt het eindresultaat alleen maar ten goede. En nu kan hij meteen op de barbecue even om en om aangrillen. En dan gaat hij in de zoutkorst. We hebben de barbecue ingesteld met een directe en een indirecte zone op 200 graden. Kunnen we hem nu mooi eventjes afgrillen op de directe zone. En daarna in de zoutkorst op de indirecte zone laten garen. Ja, we grillen hem even een paar minuutjes aan de ene kant, andere kant, dat hij net een mooi kleurtje krijgt. En dan kunnen we ondertussen de skillet voorbereiden, want we kiezen ervoor om hem dit keer in een skillet te bereiden. Dus ik maak een zoutkorstje klaar en dat doe ik door een mooi dun laagje op de bodem te leggen. Het is belangrijk dat hij de bodem helemaal afdekt. En dan kan ik al langs de zijkanten ook een laagje zout leggen. Daar wordt het zometeen natuurlijk alleen maar makkelijker van. Kijk eens. Kijk, hij past net mooi in het pannetje, dus kunnen we er nog een zoutkorst omheen en overheen maken. Nou, we gaan natuurlijk, als die zoutkorst hard is, kunnen we niet meer zien dat het vlees gaar is. Jullie weten allemaal dat ik niet van de Bluetooth thermometers ben op afstand op je telefoon. We zijn aan het barbecuen, dat is sfeer en beleving. En het enige wat we willen is dat we hem op het juiste moment uit die barbecue halen. Dus wat we doen is, we pakken onze eigen
thermometer. Dat is een penthermometer waar je kunt prikken, maar met een extra optie voor een probe. En die probe komt nu goed van pas. Dus ik prik hem in het midden van het vlees, ongeveer tot de kern. Ik leg hem mooi zo ernaast, dan kan de rest in de zoutkorst mee. Als je niet zeker weet hoe diep je moet zitten is, nou, je kijkt even hoe diep de steek is, hoe dik. Het is ongeveer zo dik, dus hij moet erin ongeveer 1,5-2 centimeter. Zo, dat zit hij nu. De zoutkorst maken we af. Nou, hij is klaar, hij gaat op de barbecue, indirect 200 graden. Garen tot een kerntemperatuur van ongeveer 52 graden. Niet langer, niet verder. En ja, het is een kwestie van wachten. En in de tussentijd kunnen wij de maiskolven gaan voorbereiden. Nou, we gaan beginnen met de mais. Het wordt een gegrilde mais met limoenbotersaus. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar we gebruiken daarvoor eigenlijk nog hele kolven met de schutbladeren er nog omheen. Die gaan we terugvouwen. En dan maken we hem even schoon. Dan wassen we hem af onder de kraan. En dan vouwen we de bladeren, de schutbladeren, eigenlijk weer terug. En dan gaan we grillen op de barbecue op middelhoog vuur. En kunnen we ondertussen de saus maken. Zo, gewassen. Dat betekent, we doen de schutbladeren weer terug. We vouwen hem als het ware weer dicht. En door het vocht wat dan in die maiskolf zit, zal die mooi garen. Een beetje stomen en dan vervolgens tot hij gaar is. Dus zo, hij is weer dicht. Hij gaat op de barbecue. Op middelhoog vuur en ik denk een klein kwartiertje. Nou, we gaan de saus maken. Als gezegd, limoenbotersaus. Klinkt al super lekker natuurlijk. Die gaat straks over de mais heen. Is heel eenvoudig. Pak een boter, dat is de basis. En dan gaat de sap en de rasp van limoen in. Gerookte paprika poeder. Habanero, dat is chili poeder. En 2 à 3 geperste teentjes knoflook. Nou, dan zie je hier nog kaas liggen, parmezaan. Maar die doen we achteraf geraspt over de maiskolf. Nou, we zetten hem op de barbecue bij de mais. Die moeten we nu ook draaien. Dus we verwarmen de boter eventjes en dan hebben we zo meteen een mooie saus. Nou, we maken de saus even af met wat peper en zout. Mengen we het ook erin. En zoals je kunt zien aan de maiskolven, de bladeren zijn al bijna verkoold. Dus ze hangen er tegenaan. Dus ze zijn bijna klaar. 51,5 graad. We gaan hem eraf halen en eens kijken wat het resultaat wordt. De truc is nu dat we het zout eraf halen en in principe wil je ja, het zout er zoveel mogelijk in één keer vanaf halen. Dat zou betekenen dat we hier even de kap eraf moeten halen. Nou, dat ga ik heel voorzichtig doen door een beetje los te tikken en te wrikken. En hopelijk kunnen we gewoon de hele korst eraf tillen. Nou, je laat dan een beetje los, dus dat ziet er goed uit. Kijk, die grote stukken weg. Kijk eens, hier ligt het vlees al onder. Er moet natuurlijk ook niet te veel zout achterblijven. Zoals je ziet zit nog een klein beetje zout aan. Voldoende, zodat we ook geen zout meer hoeven toevoegen. Dus wil je hem nog een beetje op smaak brengen, naast de smaak die hij van de korst heeft gekregen, dan pak je natuurlijk mooi nog even een beetje peper. Maar zout gaan we in ieder geval niet meer toevoegen. Nou, we gaan eens kijken hoe die eruit is gekomen. Je ziet hier het bot. Hier loopt nog een stukje bot, dus ik snij daar zoveel mogelijk langs in. Nou, dan snijden we in dunne plakjes. Dan zie je, kijk eens hoe mooi het vocht weer doorheen trekt. Nog licht rosé van binnen, dat is natuurlijk prachtig. Ja, ik ga natuurlijk niet laten. Ik ga gewoon eerst even proeven of het vlees lekker is. Oh, super mooie smaak. Eventjes de mais erbij pakken. Kijk eens hoe mooi. Als je dan die bladeren terugvouwt, omdat ze verkoold zijn, breken ze natuurlijk makkelijk af. Dan hou je hier achter, aan de achterkant, hou je nog het steeltje over met het restant van de bladeren, van de schutbladeren. Daar kunnen wij mooi aan vastpakken. Ruikt echt heerlijk. Dan doen we daar de limoen pepersaus overheen. Ontzettend lekker geur. En om het af te maken, raspen we de Parmezaanse kaas overheen. En moet je eens kijken wat een mooi eindresultaat. Nou, dat was hem alweer. De cowboysteak in een zoutkorst. En een zoutkorst met allerlei kruiden. En je proeft gewoon aan het vlees
Dat die smaak van die verschillende kruiden met dat zout, dat het vlees fantastisch heeft gegaard. Met als bijgerecht de maiskolf in de schutbladeren gegaard. En dan met een limoen botersausje eroverheen. En afgemaakt met geraspte Parmezaanse kaas. Nou, ik ga gewoon proeven. Ah. Je hebt die zoete smaak van de mais en dat sausje eroverheen met dat zure van die limoen erin. Dat maakt het echt wel heel erg lekker. Dus dat is een mooie tegenhanger. Ja, en dan het vlees. Natuurlijk, bijna een complete maaltijd zo. Ja, even proeven. Ik heb die cowboysteak al op heel veel verschillende manieren bereid. Maar in de zoutkost is het toch een compleet andere beleving in de mond en in de smaak. Dus erg lekker. Mooi om te maken. Een mooi projectje. Het duurt niet al te lang. Maar je moet wel goed opletten dat zeg maar, de volgorde en de tijd goed op elkaar is afgestemd. Maar dan heb je wel een ontzettend mooi resultaat. Heb je ideeën voor volgende recepten? Post je natuurlijk even onder de video. Vond je deze weg gaaf? Dan hebben we heel graag een duim. En wil je niks van ons missen? Abonneer op ons kanaal. En dan ga je alle volgende video's ga je ook van ons zien. Tot de volgende keer.